Het is weer tijd voor Among Us. Vandaag spelen we Polis en dit is echt mijn tweede of derde keer dat ik deze map heb gedaan. Ik vind het persoonlijk niet echt een leuke map, dus neem het me alsjeblieft niet te kwalijk. Veel kijkplezier, klik even op het duimpje omhoog en abonneer even op mijn kanaal, dankjewel. En we al die smerige tas doen, oh, heb ik zo geen zin in. Ik wil gewoon eigenlijk alleen maar mensen gaan busten, dat is veel leuker om te doen. Oké, dit ding gaan we vet snel klikken. Yep, let's go. Gaan we deze even fixen, hier rechts. Ik ken deze map echt niet goed. Oké, de lights zijn weer eens uit. Hehe. Ik zag hier twee mensen naar binnen lopen. Ik ga even teruglopen. Dat is vaak wel echt een goede strategie om te doen. Hier niemand dood, hier niemand dood. Hey, wacht eens even. Dat dacht ik al. Oké, hier komt mijn enige hypothese en de enige info die ik heb. Lights gingen out. Ik liep naar lights. Ik zag Maxime weglopen van lights. Een beetje bovenlangs dus dropship. Weet je wel, naar beneden. Ik dacht, oké, ik kan twee dingen betekenen. Of ze geeft gewoon geen fuck om lights om een bepaalde reden. Ja. Of ze wilde vitals checken. Ja, dat heb ik gedaan. En toen was hier Ronald al dood. Als mijn super third poster move die ik nu ga maken, ik ben ook niet naar lights gelopen, want fuck lights. Ja, nee, maar ik ben ook niet naar lights gelopen, want ik was wel een specimen. Het is op zich prima, maar ik was lekker aan taken, jongen. In dit geval, de twee laatste die overbleven in dropship waren Maxime en Ronald. En de body was daar. Nee, maar Maxime en Ronald, die hebben natuurlijk gewoon het schip gestart daar, rechtsbovenin. En daarna de parcours bepaald, toch? Linksbovenin, zoals iedereen deed. Joost, dat ben je al wat doen. Ik wou zeggen, jullie maken mij fucking verdacht hier. Maar wat doe je nou? Ik heb fuel and storage gedaan. Ik kan er niet van fout zien. Ik liep inderdaad dan naar buiten en ik zag jou en Joost. Ik denk dat Rudy een self-report heeft gedaan. Want ik kan nu al best veel mensen wegstrepen die het sowieso niet zijn. Dus ik vind het een beetje raar allemaal. Oké, we gaan gauw even al die meuk doen. En dan heel snel weg hier. Ik wil eigenlijk Rudy wel een beetje volgen om heel eerlijk te zijn. Kijk, hij doet ook niks. Gaat hij weer naar beneden? Kijk, gaat hij weer terug? Het is sowieso Rudy. Het is echt... Het moet Rudy wel zijn. Dus niemand heeft totaal nog geen sus op hem of zo. Maar... Oh, er is weer iemand Rudy dood. Rudy, wow. Evan, body. Ja, ik zag de body, maar ik wil de lights just fixen, zodat ik een aanleiding had. Rudy, waar Evan, is... body. Go ahead. Body ligt in electrical in de ingang. Ja. Wacht, hè? Hoe heb jij ons gezien? Ja, hoe heb jij, Joost? Ik heb jou niet gezien, ik heb Evan niet gezien. Ik liep omhoog, ik zag zwarte voetjes, ik liep naar beneden, zag blauwe voetjes, ik zag een body. Ik ben niemand. Ik heb Joost niet gezien in het lijf gelopen. Ik ook niet. Ik heb niemand in theorie, voordat jullie mij eruit stemmen, ik denk dat Erwin en Rudy het zijn. Ja, ik denk ook dat Rudy Rudy het is. Rudy, ah, ik zag Rudy bij Office en toen liep je weer terug naar Edwin en toen deed hij letterlijk niks. Ging je weer weglopen. En ik denk dat hij zo net een self-report heeft gedaan. Hold up. Self-report? Wait, what? Nee, de vorige keer. We hebben nog 80 seconden. Wat deed ik bij de... Wanneer? Ik heb de rondes net begonnen. Ja, maar jij liep eerst weg, toen liep je weer terug naar Edwin en toen liep je half die deur in en toen liep je weer terug. Ik heb dat pasje omgedraaid en toen heb ik die gescand, weet je. Nee, je liep een seconde naar binnen. Een seconde lang! Ik wiebel heel veel omdat ik detective uithang. Oké, Siri, wat denk jij dat het is? Joost, vorig jaar had je voorspelling ook goed zonder iets te weten. Ik heb Joost helemaal niet gezien. Ik heb Joost en Erwin beide niet gezien. Ik heb alleen Duncan zijn lijkje gezien waar ik overheen liep. Maar wie gaan we nu uitstemmen? Ik stem Rudy. Waarom? Waarom dan niet Erwin nu behalve? Of Joost? Nee, Joost is niet zus. Joost komt mij zo net... Wat is er? Als jij niet bent, Rudy, dan is dit je karma. Van al die keren dat ik je bij de onterecht heb. Hij doet het sowieso niet. Ik voel dat hij niet is. Nee, misschien is het inderdaad wel niet. Hij is wel heel mad dat we hem wegstemmen. Ik weet niet, Joost kon mij de vorige ronde killen. Ik liep langs hem. Hij kon me killen. En dat heeft hij niet gedaan. Dus ik weet niet. En Maxime is het dus blijkbaar ook niet. Dus dan kan je best wel veel mensen wegstrepen. En ik weet niet. Ik heb een beetje het idee dat Rudy... het kon zijn, maar hij is wel heel pist. Dus ik weet het niet. Ik heb echt geen flauw idee. Oh, de deur wordt gesloten. Oh, oké. Wacht eens even. Hoe werkt dit? Zo. Wat is dit? Zo toch? De deur werd hier gesloten. Oh my god. Oké, hier is een double kill gemaakt. De deuren werden voor mijn neus gesloten. En Joost is dood en Puk is dood. Dus het is 100% is het Erwin. En Rudy was inderdaad de verkeerde. Maar er was nog iemand bij. Maar het is sowieso Erwin. Rudy was 100% verkeerd. Maar ik weet niet hoe hierop komt dat ik het ben. Ja, omdat ik jullie met z'n drieën naar boven zag lopen. Er zijn twee dood. Direct. Natuurlijk, ja, ik heb het gezien. Ik heb lights gefixt. Ik ben net al... Je was bij weapons.
Ja. Ik sta bij Weapons. Je bent echt... Wat ben je dan doen dan bij Weapons? Mijn task? Ja, welke task is het? Task? Geen idee. Hoe ziet het eruit? Ja, oké, okay, nee, het zijn Emma en Naomi. Want ik ben bij Weapons, ik kom net ik uit Ik denk weapons. Dat het Harm en Siri zijn. Want nee, ik loop, wacht even. Ik heb lights gefixt samen met Joost. Ik ben met Joost naar beneden gelopen. Heb ik O2, heb ik task gedaan. En daarna ben ik naar boven gelopen. Opeens zijn er twee mensen dood. Nee, jullie liepen... Eerst Erwin voten, dan Naomi. Ik stem Harm. Ja, stem ik Harm. Ik zag een groepje van drie man dan linksboven. Harm gemaakt terwijl ik naar boven ben gelopen. Nee, maar er zijn twee kills gemaakt, dus dat heb je sowieso al fout. Met het fingerpointen hier, Erwin. Dat gaat je het is sowieso Erwin, maar ik heb die anderen niet gezien. Ik heb die anderen niet gezien. Ik kan niet naar oma zijn. Ik was nee, ik wilde net weglopen naar Electrical. En toen ging ineens de deur achter me dicht. En ik zag dat groepje. Dus ik dacht, holy shit, hier is sowieso iemand vermoord. En toen waren er twee vermoord. En Erwin heb ik sowieso gezien. Die andere imposter heb ik niet gezien. Maar Rudy, sorry. Sorry voor mijn zus op jou. Maar jij bent het blijkbaar niet. het is volgens mij of Siri of Naomi. Ik weet het niet. Want ik was al de hele tijd, dus dat kan niet. Ik heb daar letterlijk bij elkaar. Ja, dat is zo jammer. En dan heb je net niet die andere imposter gezien. Daar baal ik dan wel weer van. Ik ga even mijn laatste task doen. En die zit hier tussen. Die zit hier lekker tussen. Dus die gaan we gelijk even doen. Oh, dit is wel een beetje sus voor mij dat ik nu dit doe. Ik moet dit echt niet doen. Waarom doe ik dit nu? Let's go. Gaan omhoog. Go, go, go. Oké, Maxime is het sowieso niet. Snel het stingding uitdoen. Oh, oké, okay, ze staan hier al. Let's go, nice. Dat is gefixt. Oké, okay, Maxime is het sowieso niet. Het is of Siri of Naomi. Eén van beiden is het. Ja, Naomi loopt weer weg. Of niet. Het is natuurlijk geen bewijs, maar... Zo, dat was mijn laatste task. Ik ben klaar. Oké, okay, Naomi had buitengesloten. Oh, dat vindt ze waarschijnlijk wel leuk. Wacht, of het loopt nu letterlijk met de imposter mee. Ik weet het niet. Kom op, doe je alsjeblieft je task. Even kijken hoor, dan weten we zeker dat Naomi is. Ja, oké, het is Naomi. Hey, wie is daar? Nee, zullen we gewoon wachten? We gaan even dingen doen, want dit duurt me echt veel te lang. Oh, wacht, we kunnen het ding niet eens inroepen nu natuurlijk. Nee. Ah, het is gefixt. Oké, ik ga die report doen. Nee, Naomi, ik wil even kijken of iemand dood is. Ik wil even kijken. Niemand dood. Dus denk omdat ik en Harm dit bij elkaar bleven. Dat Naomi, die kon niks doen dan. Die kon ons niet neerhalen. Nope, ik denk ook dat Naomi is, inderdaad. Yep. Ik heb nog niks zien doen. Heb je daar iets tegenin, Naomi? Nee, eigenlijk niet. Good defense. Want, als advocaat van Naomi wil ik even zeggen dat het Naomi niet is. ja. Ik wil dat jullie mijn cliënt met rust laten. Als een persoon die teringhard is genaaid. What the fuck? Ja, what the fuck was dat op Rudy, jongens? Waarom was ik weer deze monster? Ik ken deze map helemaal niet. 500 IQ was dat. Rudy, weet je wat dit is? Zoete wraak. Rudy, dat was gewoon 50-50. Yes. Helemaal top. Ik ben hem. Go, oké. Ik heb echt geen idee wat ik moet doen. Oké, ik ben echt helemaal fucked, man. Oh, nee. Oké, ik ga com-sabotage. Oké. We moeten iets doen. Duncan die heeft mij door. Ik gooi even wat hokjes dicht. Oké, dit is nu al een dood body. Die kill werd gemaakt door Siri. Gezellig. Oh, thank god. Oké, ik twijfelde dus tussen Siri en iemand anders, maar ik knipperde met mijn ogen. Wait, huh? Siri? Ik denk dat Joost het was. Die was Wacht even. Hold up. Ik kan Siri 100% clearen. Die had echt 10 keer mij kunnen killen. Hoe heeft Siri deze kill niet kunnen maken, voor te vertellen? Nou, dat weet ik niet, maar ik heb echt... Ik denk... Oké, dit zijn Thomas en Siri. Met een halve minuut kill cooldown? I don't know. Maar Harm kan het op zich ook wel confirmen. We zaten best wel lang rechtsbovenin. Ik was echt zwaar aan het kutten. En jij ook, dan gaat Siri natuurlijk niet killen. Nee, jongens, ik rende er naartoe met een bloederig mes. Communications. Er werd gesabotage. Ik loop met communication, natuurlijk fix het. Ik loop er van weg en ik zie Siri wat killen op communication. Terwijl het een beetje stacked was, dus... Oh, daar is de... Dat is ook een beetje slechte timing, want we gingen net scatteren toen die kill gemaakt werd. Ja. Oh, wacht, misschien was dat niet Siri dan. Je speelde ook zo agressief opeens. Het was Naomi. ik dacht al, ze heeft Nee. Dat was wel. Ik zag ineens die kill gemaakt, ik schrok me dood. Ik schrok me dood. Nee, niet nog een keer. Foto, Naomi! Foto! Op wie moet ik foto? Siri. Waarom? Wat is dit nou? Waarom staat iemand op mij? Ik heb letterlijk een bloederig mes. En Thomas, jongens.
Ik heb al zus op een tweede persoon, maar dat hoor je ik later. Ik vond Rudy's eerste zus al goed dat ik zeg maar de kill had gemaakt. Duncan heeft zus op mij, 100%. Ja, omdat ik echt geen idee heb wat ik moet doen. Ik moet Duncan echt gelijk killen. Ik moet hem echt gelijk killen. Oké, waar is Duncan naartoe gaan? Ik moet Duncan killen. Ik moet Duncan echt killen. Ik moet Duncan echt killen. Vitals, we gaan Vitals even checken. Dude, ik snap je echt door de ballen van. Dit is echt... ik speel deze map nooit. Ik vind deze map niet leuk. Ik vind deze map echt niet leuk. Dit is echt na, man. Ik weet echt niet wat ik moet doen. Oké, weet je wat? We doen lights wel even of zo. Even, ik sluit even wat ruimtes af. Hup, doe die sting er open. Ik moet Duncan killen, want die heeft sowieso zus op mij. 100%. 100 miljoen, 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 miljoen procent. Oké. Niet de kill maken, please. We gaan door. Lights. Oké. We gaan niks doen. We lopen lekker weg. Dude, ik heb geen flauw idee. Tegen welke test kan ik aanstaan? Oh, wacht. Ik kan natuurlijk zo openen. Ja. Kom, use. Hup. Oké, ik sta nu letterlijk bij een computerscherm. Ik heb geen idee of dit iets is. Ik heb echt geen idee. Ik ga gewoon een kill maken. Het boeit me helemaal niks. Oké. Wauw. Dat kan. Dat gewoon kan. Het is harm. Lol, Duncan. Nice. De hele game nice. Pas. What the fuck? Duncan die loopt daar naar binnen bij weapons en hij killt letterlijk dinges. Ik wilde net reporten en toen deed hij zelf report. Wacht. Ik zit vast. Ik zie mijn scherm, maar mijn poppetje beweegt nog. Wat is er gebeurd? Jouw stereotask, even. Vervolgens zie ik Harm uit communication of weapons lopen, want ik wilde die beide gaan checken. Ik zie Harm dus eruit lopen. Misschien heeft hij een kill gemaakt. Harm loopt terug, weapons in en de deur sluiten. Nee, dat is niet waar. Jij loopt dan naar binnen. Jij loopt er juist naar binnen. Je killt de body en je report hem zelf. Maar waarom loop je dan uit en in weapons? Oké, voordat we... Omdat ik mijn task had gedaan in weapons. Dat is duidelijk de verkeerde keuze. Ik en Duncan liepen heel lang samen met z'n tweeën achter Harm en... Thomas aan, want Harm liep door Specimen Room heen, gewoon als passage, zeg maar. Hij hoefde daar geen tas te doen, hij liep gewoon door, wat ik al raar vond. En Thomas was alleen, dus ik denk, nou, ik ga hem wel gaan volgen. Dus Duncan volgde mij ook, we hebben hem best wel lang gevolgd. Uiteindelijk splitten we dus op, ik ging naar Electrical en hij ging naar Communications Weapons. En ineens is daar een body en Harm is suspect. Dus ja, ik geloof Duncan eigenlijk meteen op zijn woord. Maar hoezo? Ik loop daar gewoon langs. Als Duncan en Joost hadden samengewerkt, ik heb daar eerst echt binnen gezeten met alleen Duncan en Joost, hadden ze makkelijk kunnen killen. Maar ik heb ook in die fucking dings gestaan met Harm. Maar toen zag ik wel dat. Ja, maar ik Joost stond daarbij, hè? Wie stond ja, wie stond, met wie stond ik in laboratory? Met wie? Het kan best zijn dat hij er daarom niet gekild heeft. Nee, met wie stond ik daar? Ik heb de eerste ronde Harm zelfscan zien faken, trouwens. Nee, oh. Wat? Hoezo? Just saying. The evidence is piling up. Ja, what the fuck? Nee, maar ik ga dat niet zeggen tenzij ik meer evidence heb. Wacht, we moeten ook niet vergeten dat Thomas net niet op Siri stemde als enige. En ook nu weer Harm aan het verdedigen is. Nee, maar het is ook, dus je wilt Harm zeggen dat er 3 imposters zijn? What do you mean? Nee, I don't know. Wat heb jij ingesteld? What the fuck? Het is raar. Ik heb 5 imposters. Wat? Ik kan trouwens niet stemmen, want mijn beeld is niet echt leuk. Oké. Joost, voor jouw idee, Harm is eruit. Is Harm eruit? Ja. Bruh! Oh, dat zie ik nu wel. Ik zie nu wel Harm vallen. Oké. Eens kijken. Yeah. Ik was gewoon overtuigd dat het Thomas was, omdat hij gelijk Siri had.